Hoi, Robin hier en welkom bij deze unboxing slash review video. Deze video neem ik momenteel nog op met de Razer Kiyo Pro. En zoals jullie weten van de laatste update video ben ik daar niet heel erg blij mee geweest. Zeker omdat er hier, of voor mij is het hier, nou, andere kant, dat er hier allemaal vage randjes om zaten. En de kwaliteit aan zich is gewoon niet te voldoende. Zeker omdat deze kant en de andere kant, de Hero, dat het allemaal gewoon wegviel. En dat is gewoon heel erg vervelend, zeker als je wil opnemen. Dus ik heb vandaag andere webcam binnengekregen en hij is vrij recent uitgekomen. En ik zie ook dat er steeds meer YouTubers hier reviews over gaan brengen. En aangezien ik YouTube weer wil gaan oppakken en gewoon echt goede kwaliteit wil hebben, heb ik besloten om de Insta360 Link aan te schaffen. Nou, zoals je kan zien is het echt een enorme nachtmerrie hier met de dingen eroverheen, met de Razer Kiyo Pro. Dus ik hoop dat het hiermee verholpen gaat worden en dat de kwaliteit echt een stuk omhoog gaat. Wat voor mij heel erg belangrijk is, omdat ik gewoon goede kwaliteit wil leveren. Dus laten we het gaan uitpakken en dan kijken wat er in de doos zit, gaan testen en wellicht een stukje software erbij gaan bekijken. Nou, ik heb inmiddels even het bureau een beetje vrijgemaakt. En ook zoals je hier al kan zien, zit er hier gewoon een hele blauwe rand omheen. Ik heb aan beide kanten, twee ledlampen heb ik hangen en ik heb de Elgato Keylight R. En dat is het ding een beetje daarbij dat ik denk dat de kleuren gewoon niet met elkaar overeen komen. Maar in ieder geval, de Insta360 Link, de AI-powered 4K webcam. Ik heb hem zelf al even open gehad omdat ik even benieuwd was hoe het werkte. Dus we gaan eens even kijken wat er nu precies in zit. Nou, als je de doos opent, dan heb je natuurlijk de Insta360 Link. En zoals je hier ook kan zien is het een relatief klein apparaat. En in vergelijking met de Razer Kiyo is die echt zeker weten heel erg klein. Het is een camera met een gimbal erin. Die zorgt ervoor dus altijd dat de camera zelf in het midden blijft. Nou, zoals je hier kan zien, kan je hem inderdaad alle kanten bewegen en naar voren en achteren. Laat ik zo meteen ook nog even de werking van laten zien. Verder zit er in de verpakking, zo, natuurlijk dit doosje. Daarin zit er een USB-C naar USB-C kabel. Het is een relatief lange kabel. Volgens mij was het 2 meter als ik het goed heb gezien. Een gelzakje. Ook niet heel onbelangrijk. En er zitten hier nog wat extra dingetjes in. Een daarvan is de USB-C naar USB-A connector. Er zit hier een L-sticker op. Ik heb geen flauw idee wat het is. Maar dat zal waarschijnlijk ergens... Tenminste, volgens mij is het een L-sticker. Ik heb geen flauw idee wat het is, maar dat zal vast wel ergens voor gebruikt kunnen worden. Daarna zit er een boekje in met compliance information, een warranty card en een quick start guide. Ik ga hem aansluiten en dan gaan we zo kijken wat het verschil is. Ik hoop dat ik met allebei tegelijkertijd kan opnemen. Als het goed is, kan dat het wel. Maar dat gaan we zo zien. Zo, het mocht even duren, maar daar zijn we weer. Ik heb inmiddels alles er even goed kunnen zetten, goed kunnen instellen. En ik moet zeggen, het kwaliteitsverschil is best wel groot, als ik het zo mag zeggen. En de reden daarvan is eigenlijk... Ik moet mijn telefoon bij, dat jazeker. Dat is net even wat makkelijker uitleggen. Zo. Het probleem waar ik mee zit is namelijk dat ik in het midden volgens mij een IPS-scherm heb. En de andere twee zijn andere schermen. Waar ik dus tegen een behoorlijk kleurverschil aanloop. Ik zal even laten zien hoe dat er ongeveer uitziet. Door middel van mijn telefoon. Heel fijn. Want dit is wat je hier ziet. Is de Razer Kiyo Pro. En dit is dus de de Insta360 Link. En als ik dan deze dan hierheen verplaats. En ik doe dan dit boven elkaar. Dan zie je gewoon hoe ontzettend veel kleurverschil erin zit. En ja, dat is gewoon niet iets wat wenselijk is. En zoals je kan zien, ziet de Insta360 Link er nu al veel beter uit. Nou, als het goed is, moet het nou wel werken. Ik had dus net een hele video, 10 minuten lang had ik opgenomen met alles hoe het programma eruit zag. Kon ik allemaal weggooien, want had het programma zelf niet opgenomen. Geweldig. Nou, dan gaan we even bij het begin beginnen.
er zit dus hier de camera. Die kan je dus gebruiken als je in bijvoorbeeld OBS de software gebruikt. Daarnaast heb je de camera kwaliteit instellingen. Ik heb er nu even bewust op 4K gezet. In principe neem ik mijn video's op met 1920x1080. Dan zal die met 60 frames per seconde opnemen. Zet ik hem op 4K, is het maar 30 frames per seconde. Dan heb je verder de opties tracking. En dat is een van de mooiere opties. En als het goed staat hij nu ingeschakeld. Dat betekent, als ik met mijn hoofd beweeg, dat het netjes meegaat. Echt een heel mooi ding. En het is niet alleen de webcam zelf, maar het is omdat het een gimbal is, draait hij gewoon helemaal mee. En dat is een van de mooie dingen. Zeg je van, nee, ik vind hem niet zo. Of ik denk van, nou weet je, dat ga ik toch niet doen. Ik zet hem weer terug. Hop, en de camera staat weer terug. Niet helemaal zoals zou moeten. Daar ben ik net wel achter gekomen. Moet ik even nog een keer klikken. En dan staat hij gewoon weer zoals het zou moeten. Ideaal dus. Dan heb je verder de whiteboard optie. Die had hij net niet opgenomen. Dus ik hoop dat hij nog een keer de video laat zien. En dat laat hij helaas niet zien. Want hij kan het whiteboard niet vinden. Er zat dus een sticker zat erin. Die zal ik zo meteen even in het scherm ergens hier neerzetten. En dat zorgt dus voor dat je het whiteboard kan gebruiken. En dat de camera dus daarop focust. Ideaal. Dan heb je de overhead mode. Dat is dus als je de Insta360 ergens hier aan het plafond hangt. Dan kan je hem gewoon direct naar beneden laten doen. Wat ik wilde doen is eigenlijk deze optie, de desk view mode. Daar ben ik achter gekomen dat het gewoon niet succesvol werkt. Want als ik er dan daarop druk, dat ga ik even laten zien. Dan laat hij alles zien behalve de desk. Het lijkt erop alsof hij niet goed zit, maar de camera die staat niet helemaal gecenterd volgens mij. In ieder geval, hij staat niet helemaal goed, maar daar moet ik zo meteen even naar kijken. En dan kan ik dus nu weer zeggen van, ik ben weer terug. Ideaal. Zo snel gaat het dus. Ik heb even heel bewust, heb ik hier een aantal posities ingesteld. Hij staat nu weer op OBS. Is allemaal hetzelfde volgens mij. Ongeveer hetzelfde. Maar als ik zeg van, ik heb hier wat koptelefoons hangen. Laat ik er snel even heen gaan. Klik, bam, hij zit daar. Chef, ik ben nou klaar met praten in de microfoons. Hup, klik, bam, en ik ben weer terug. Zo snel is die camera dus. Je kan met de muis kan je overal alle kanten bewegen. Je kan ook inzoomen. Ik weet niet of je dat moet willen. Maar goed, dat zijn dus alle opties. En je kan dus gewoon heel snel het schakelen tussen een en het ander. Dan heb je daarnaast de image settings. Dan heb je de auto exposure. In principe, als ik zo zie, dan hoef je er niks aan te doen. Het is te kwalitatief, is het best wel goed. Ik wou eigenlijk het scherm ook even naar een ander scherm verplaatsen. Maar dat gaat niet, omdat ik dan het hele scherm begint aan te trippen. Dus dat is geen goed idee. Daarnaast heb je de witbalans. In principe staat die ook goed. Misschien nog iets te veel kleurig, maar dat is voor mij lastig met het. Want ik heb een nieuw scherm, dus een beetje lastig of de kleuren echt goed zijn. Dus je laat het lekker staan en als je van, ik heb zo'n soortje van gemaakt, tot je gewoon op de reset, is alles gewoon weer gereset. Dan heb je ook nog de More Options of More Settings knop. Daar kan je dus zien met de auto tracking. Dat is dus een handpalm. En dan zie je de gimbal als die het goed heeft gezien. Of niet? Ja, nu wel. Als ik dan dat dingetje doe, dan gaat hij gewoon weer met mijn hoofd mee bewegen en al dat soort dingen. Doe ik het nog een keer, dan staat hij weer uit en dan ben ik er weer klaar mee. Dan is een van de andere opties is dit. Dan kan ik dus omhoog gaan. Moet hij wel doen. Kijk, naar beneden is uitzoomen. En naar boven, dat is inzoomen. En dan zoomen we weer uit. En zoomen weer wat in. En als je het nou helemaal klaar bent, kan je gewoon zo laten staan. Dat is dus ideaal. Heb je ook nog de whiteboard optie? Ik zal hem eigenlijk uitzetten, want ik gebruik hem niet. Dan heb je de tracking speed. Dat is snel, normaal of langzaam. Ik zal hem even op snel zetten. En dan ga ik weer even kijken of ik hem mee kan laten bewegen. Zo snel is hij dus. Je was niet snel genoeg. Maar ik moet alleen de stoel weer omhoog zetten. Zo, hoppa. En we zijn weer waar we moeten zijn. Ideaal is het dus. Ik zal hem zelf deze optie niet heel veel gaan gebruiken. Eigenlijk meer omdat het voor mij
Omdat ik eigenlijk altijd op deze vaste plek zit. Maar mocht ik weer een keer een echte unboxing van iets groots gaan doen. Of een review of iets dergelijks. Dan kan ik gewoon dat daarvoor gebruiken. En de zoom kwaliteit op zich is echt gewoon heel goed. Er is een single tap link to start stop tracking. Ik dacht in eerste instantie dat dat niet helemaal goed ging. Maar dan moest ik even één keer drukken om te resetten. Nog een keer drukken. En dan ging dus het auto tracking dat veranderde. Dan heb je de AI zoom. Het is een beetje lastig om voor mij te laten zien, omdat mijn bewegingsruimte hier best wel beperkt is. Maar ik kan hem gewoon eens op hoofd zetten en dan, nou ja, dan ga ik achteruit en dan zou die in theorie. Kijk, weet ik het niet. Zou je net zien dat hij niet werkt? Zo jammer dit. Nou had hij dus mijn halve lichaam en dan zou hij nou weer op mijn hoofd moeten zitten. Die microfoon. Nou kijk, daar gaat hij. Dus hij probeert ook gewoon je hoofd, probeert hij gewoon in beeld te houden. Om even terug te komen wat ik net zei, met het inzoomen. Je ziet gewoon ook echt alles op mijn gezicht en zelfs mijn haar. Het is echt bizar wat de kwaliteit daarvoor is. Ik ga de zoomer even uitzetten en ik moet hem even terugzetten op de goede plek. Want anders gaat hij helemaal niet goed komen. Nou, de anti-flikken, deze stapt automatisch. Volgens mij zou het hier 60 Hz moeten zijn, maar blijkbaar is het 50 Hz. Autofocus, nou ja, dat moet je niet helemaal willen. Dan heb je hier ook de streamer mode. En dat is wel eentje die ik net heb overgeslagen omdat ik hem niet kon vinden. Dus mooi dat ik hem nu wel mee kan nemen. De streamer mode is eigenlijk heel simpel. Als je van, nou, ik ga een Instagram video opnemen of ik ga een TikTok video opnemen of whatever je ook wilt doen. Dan heb je deze streamer modus. Wat die dan doet, normaal gesproken als je dus je video zo hebt zoals je het eigenlijk zou moeten hebben. Als je dan je video zo hebt, dan draait die het beeld. Ja. Nou, als je dus je video zo hebt, dan draait hij het beeld, draait hij dan zo. Ik ga hem even uitzetten weer. Maar wat je dus met deze gimbal kan doen, is als je zegt, ik zet de streamer mode zet ik aan. Dan krijg je hier links onderin, krijg je dan een extra resoluties erbij. Normaal gesproken film je dus met je telefoon, film je zo. En als je dan standaard video gaat bewerken, dan mis je gewoon het stuk beeld hier en hier. Dat mis je dan gewoon. Wat die gimbal doet, eigenlijk met hetzelfde als met je telefoon. Als je zegt van nou, ik kies een bepaalde resolutie, ik ga het heel even niet laten zien nu. Dan gaat hij dus zo opnemen. Wordt er niks afgesneden en heb je gewoon volledig beeld. Ideaal dus om gewoon te laten zien. Heb je verder een HDR-modus? Ik heb hem niet gebruikt. Ik ga hem ook niet gebruiken, want hij wordt niet gesupport in 4K of in 50 of 60 frames per seconde. Eigenlijk zijn dat juist de dingen waar je hem wil gebruiken, maar kan je hem niet gebruiken. Mirror image heb je niet nodig als je alleen nodig als je het wil spiegelen. Zou in theorie niet nodig moeten zijn. Dus dit is eigenlijk een beetje het idee achter de Insta360 link. Eindelijk na 24 keer fout zeggen, heb ik het een keer goed. Ja, ik ga nou weer even terug naar het laatste stukje video waar ik alles heb opgenomen. Maar dit is dus de kwaliteit en de software van de Insta360 link. Uiteraard moet ik zo meteen de video nog gaan bewerken. Ik heb dus geen idee wat de kwaliteit zal zijn als ik nu de video ga bewerken. Ik zal het ook laten zien met hoe het is met de Razer Kiyo Pro en met de Insta360 link. Ik snap ook niet waarom die zo moeilijk te onthouden is. Maar goed, dit is even waar ik het voor nu bij gelaten. Ik moet wel bijzeggen en ik hoop echt dat het er goed uitkomt. Want deze camera die is in, als het goed is, 22 augustus zo'n beetje uitgekomen. En de prijs is €365. Ik moet zeggen, het is de prijs zeker meer dan waard. Zeker dan met wat ik alles kan. Ja, dat is het eigenlijk voor nu. Ik hoop dat jullie hebben genoten van deze video. Als je het hebt gedaan, laat dan een like achter. En vergeet niet te abonneren. En als je bent geabonneerd, vergeet niet het belletje aan te zetten. Zodat je bericht binnenkrijgt wanneer ik een nieuwe video heb geüpload. En dan zeg ik voor nu, later.